De Bouwagenda podcast. Welkom bij deze podcast van de Bouwagenda over leiderschap. 3 jaar geleden is de Bouwagenda opgericht om ervoor te zorgen dat de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de gebouwde omgeving gehaald gaan worden in 2050. Dat vraagt wel om een revolutionair andere aanpak, want om daar te komen moeten we 1000 woningen per dag gaan verduurzamen. En hoe komen we daar? De afgelopen 3 jaar heeft de Bouwagenda hard gewerkt om de condities daarvoor op orde te brengen. Innovatie staat op de kaart, er is veel geld beschikbaar gekomen om daarin te investeren. De bouw praat mee in Den Haag en we maken eerste stappen op het gebied van anders aanbesteden, zoals in de renovatieversneller, maar ook op het gebied van bruggen en sluizen. De Bouwagenda staat nu voor haar laatste jaar en de vraag is, blijft de trein vanzelf rijden met al deze condities op orde? Etty Schippers, directeur van de Bouwagenda, denkt dat er nog iets extra's nodig is. Het vraagt namelijk om doorzetten en om leiderschap. In deze podcastserie gaat zij op zoek naar wat dit precies moet zijn. Vandaag is mijn tweede gast Rob van Wingerden, oud-CEO van de BAM en lid van de Taskforce Bouwagenda en ambassadeur van de Renovatieversneller. We gaan het vandaag hebben over lef, doorzettingsvermogen, learning by doing, de echte leiders zijn de first followers en een nieuwe rol voor de Eerste Kamer. Daarnaast gaan we ook kijken naar waarom de bouw in Nederland toch in de coronatijd eigenlijk goed heeft kunnen doorbouwen. Daar is een doorbouwprotocol gemaakt. En wat is nou het succes van de renovatieversneller of wat kan nou nog beter? De renovatieversneller is een nieuwe manier van aanbesteden van corporaties, waarbij corporaties samen moeten werken om uiteindelijk meer woningen op de markt te kunnen zetten van hetzelfde type, om op die manier van de markt een beter aanbod tegen een betere prijs te kunnen krijgen. Tweede leiderschapspodcast, ga ik niet meer alleen doen, maar samen met Suzanne. Ja, Suzanne van Veen ben ik. En je hebt me uitgenodigd, Etty, om bij jullie gesprek aanwezig te zijn. Vanuit mijn rol als interventiekundige, veranderkundige. En ik zal op mijn manier luisteren naar hoe jullie samen het gesprek voeren over leiderschap. En dan ter plekke ook kijken of dat wat jullie van elkaar willen, of dat ook werkt. Of het oplevert tijdens het gesprek. Dus ik zal af en toe vanuit deze stoel daar wat geluid op geven en wat vragen stellen aan jullie. We hebben het hier vandaag over leiderschap. Wie zijn voor jou inspirerende leiders? Ja, die vraag kijk ik wel eens meer. Maar dat zijn toch verschillende leiders voor verschillende aspecten van leiderschap. Dus ik heb niet één iemand, daar komt voor mij alles samen en dat is mijn voorbeeld. Doorzettingsvermogen zit, vind ik weer wat meer bij die. Lef vind ik weer wat meer bij die. Visie vind ik weer wat meer bij die. Kijk, als je met een visie, dat heeft vaak met verandering te maken. En verandering betekent toch dat dingen anders gaan dan mensen gewend zijn. En dat is niet zelden, leidt dat tot weerstand. En dan gaan natuurlijk heel veel mensen gaan uitleggen waarom je dat niet zou moeten doen. En ik denk dat daardoor wel lef is nodig om het te verkondigen. Maar ook doorzettingsvermogen om ja, toch ook door te gaan als iedereen aan het uitleggen is waarom het niet goed is. Anders moet je dat ook weer niet tegen beter weten in doen. Hè? Dus toch wel doorzetten, maar wel ook luisteren en ja, een beetje bijsturen. Ja. Maar de koers zou ik toch wel, die zou je toch eigenlijk wel vast moeten houden. En daar heb je wel dat lef en dat uithoudingsvermogen, vind ik ook nog één. Heb je daar toch wel voor nodig. Wij noemden 3 jaar de bouwagenda ook van doen naar doorzetten. Want het is natuurlijk ook een beetje de fase waarin wij als bouwagenda zitten. Hè? Je hebt het verkondigd en mensen zeggen op een gegeven moment wel, dat hebben we al een keer geprobeerd en dat kan toch beter. Ja, een ander aspect vind ik ook wel om je boodschap over te kunnen brengen. Op een manier dat het juist verbindt. Hè? Want, en dan kom ik een beetje in de sector. Het is zo'n enorm versnipperde sector dat het is, wil je echt iets in beweging krijgen, heb je heel veel partijen nodig. En de bekende kikkers in de kruiwagen, dat speelt wel bij ons in de sector. Want er is altijd wel iemand die dan toch even wat anders vindt. Ja. Of op dat moment iets anders wil.
Dus dat maakt het wel moeilijk, die enorme versnippering in de sector, om iets echt in beweging te krijgen. En is die versnippering ook echt logisch en nodig? Of is dat ook een soort iets wat doorbroken kan en moet worden misschien? Nou, het is logisch in de zin van als je terugkijkt. Hè? Ik zeg al, na de oorlog moest er heel veel gebouwd worden. En moest er heel veel geproduceerd worden. En op zo'n moment loont het dat je gaat specialiseren en al die specialisten achter elkaar zet. Wat je nu ziet is dat het wordt allemaal complexer. Vraagstukken gaan letterlijk en figuurlijk over grenzen heen. Dus wat je nu nodig hebt is die verbinding tussen al die specialismen. En eigenlijk zijn we een beetje afgeleerd. Hebben we een beetje afgeleerd om goed en effectief die verbinding te maken tussen specialismen. Dus het is te veel opgedeeld. En we zijn, dus daardoor heb je veel partijen en daardoor wordt het ook lastig, hè, om al die partijen weer bij elkaar te krijgen. En de competentie om juist goed met elkaar in verbinding te brengen, die is eigenlijk wat minder ontwikkeld. En mijn optiek moet dat eigenlijk vanuit een gedeeld doel, hè, dus veel meer over waarom praten, wat ons allen bindt. En dan kijken van, wat is jouw belang daarin en hoe kunnen we dat gelijk schakelen. Wat is dat waarom? Nou ja, ik denk dat als je gewoon kijkt waar de problematiek van de maatschappij als klimaat, veiligheid en noem maar op, je kent ze. Daar speelt infrastructuur natuurlijk een hele belangrijke rol. Hè? Het is ook de minister die zegt, zonder gezonde infrastructuur kunnen wij niet duurzaamheid in de toekomst waarborgen. Het heeft met circulariteit te maken. Het gebruiken van grondstoffen moeten we zuiniger op zijn. We moeten eigenlijk veel meer doen met minder materiaal en resources. Nou, daarvoor is het wel belangrijk dat je dus die verbinding weet te maken. Nou, dus die gezonde sector die is nodig. En voor die gezonde sector heb je een gezonde bedrijven nodig. Gezonde bedrijven heb je nodig dat ze goede marges kunnen maken en kunnen investeren en innoveren. Nou, dan kom je eigenlijk op waarom dat zo moeilijk is. Enerzijds die versnippering, anderzijds ook omdat de markt, de sector waarin we zitten, die is imperfect. Dat betekent dat er toch een relatief dominante rol voor de opdrachtgever is. Dus in een perfecte markt zeg je van, nou ja, weet je, als het opdrachtnemer, klant, producent niet werkt, dan ga je naar een ander. En zo heb je de marktwerking. Maar zeker in die infrastructuur is het mogelijk, omdat er is maar één klant, hè, dat is de overheid eigenlijk. Hè? Een klein stukje is privaat, maar het meeste is toch Rijkswaterstaat, de provincies, de gemeente, et cetera. En daar ben je dus enorm van afhankelijk. En daarom vind ik het ook belangrijk dat die overheid als belangrijke opdrachtgever in die imperfecte markt een verantwoordelijkheid neemt om die sector te veranderen. Het gaat niet onmiddellijk om geld. Het gaat niet onmiddellijk om... Want dat is vaak al meteen wat je dan hoort als je dat zegt tegen die opdrachtgever. Dan zegt hij, ja, maar daar heb ik geen geld voor. Nee, maar daar gaat het dus niet om. Het gaat niet onmiddellijk om geld. Het gaat ook niet om schuld. Maar het gaat om... Wie doet nou wat om die verandering in stand te brengen? Ik denk dat die opdrachtgever zich moet focussen op hoe formuleer ik de uitvraag? Hè? Hoe zorg ik dat ik mijn behoefte vertaald in een vraag in die markt zet? Want die is dus sterk regulerend hoe die markt opereert. En dat is een belangrijke verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid van die markt is weer om daar evenzo verantwoordelijk op te acteren. En dat is allebei niet makkelijk. Hè? Die opdrachtgever die zit in allerlei regelgeving. Die heeft zijn eigen context. Europees bestedingsregels wordt natuurlijk vaak aangeleverd. En die markt heeft ook zijn problematiek. Hè? Moet van kwartaal naar kwartaal moet het groeien. Anders is het niet goed. Maatregelen, et cetera, et cetera. Dus het is een hele complexe context. Maar dat neemt niet weg dat de oplossing is toch, hè, vanuit leiderschap, zouden ze op meerdere plekken moeten zitten. Ja. Vanuit een opdrachtgever, overheid zou iemand moeten zijn die moet zeggen, luister eens, het moet anders, want we hebben dat gemeenschappelijke belang. We hebben een gezonde infrastructuur nodig. Willen we de toekomstige opgave van Nederland goed vorm kunnen geven, hebben we die gezonde infrastructuur nodig. Daarvoor hebben we die gezonde bedrijven voor nodig, dus dat deelt ons. Zou die opdrachtgever moet zich goed nadenken over hoe zetten we nou die vraag uit in de markt. En die markt moet daar verantwoordelijk op acteren. En die moet dus ook durven en lange termijn denken. En is dat voor jou ook de volgorde?
Zit daar een volgorde in of kan iedereen die verandering ook inzetten op hetzelfde? Nou ja, het slechtste wat kan gebeuren is dat mensen op elkaar zitten wachten. Ja. Hè? Als jullie dat doen, dan komen wij wel. Ja. Dat is dus duidelijk niet wat ze moeten doen. Dus het is, dat maakt het ook niet makkelijk. Hè? Het is een soort gelijk optrekken. Maar dus je hebt natuurlijk altijd wat fase- en frictieverschillen. Maar daar heb je dus die lef voor nodig. Want op het moment dat de overheid wat te snel zou gaan lopen, dan zeggen ze of intern bij de lagere overheden, wat ben je allemaal aan het doen? Of de politiek, of de oppositie. Hè? Want dat is, daar moet het natuurlijk per definitie niet goed zijn. Of de markt die middels aandeelhouders zeggen van juist, je bent aan het investeren, maar die overheid is... Dus dat is ingewikkeld. Maar nogmaals, dat is niet de reden om het niet te doen. Want ik ben ervan overtuigd dat het moet gebeuren. En gelukkig zie je wel ontwikkelingen, hè, zoals bij Rijkswaterstaat, die als je op een zonnige dag als vandaag, zou je dat positief kunnen interpreteren. Hè? Ja. Het is natuurlijk wel eerst zien en dan geloven. Ja. Maar ik denk dat er wel steeds meer besef is dat het anders moet. Dat je dat samen moet doen. Iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid met een gedeeld doel. En daar is wel dat soort leiderschap is nodig. En je ziet inderdaad daar wel een begin bij bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Wat zou jij eigenlijk ook je collega's in de sector aanraden om te zeggen, wat is de stap die eigenlijk de markt nu op basis daarvan zou kunnen zetten? Nou ja, wat ik probeer te zeggen is dat het en is. Hè? Ja. Dus ik denk dat de echte regie tot de verandering ligt toch wat bij die overheid, want die is dominant in die markt. Relatief dominant in de markt. Dus daar ligt in termen van regie en leiderschap toch iets het voortouw. Ja. Maar het leiderschap in de markt ligt om dat goed te volgen en daarop te acteren. En niet zeggen van ik kom wel een keer als je klaar bent. Nee, en dat gaat ook allemaal niet in één keer goed. Hè? Nee, ook dat, hè? Ja. Als het weer dan weer niet te goed gaat, neem de renovatieversneller. Hè? Daar zitten dan misschien een paar weeffouten in. Dan zijn de mensen die er natuurlijk niet zoveel belang bij hebben of er niks in zien. Die zeggen, zie je wel, het is verkeerde weg die we zijn afgeslagen. Maar de mensen die erin geloven, die zeggen van nou, dit is een goede uitdaging om de volgende weer beter te maken. Hè? Dus dat is de verantwoordelijkheid die bij dat leiderschap hoort in die markt. Dus het is, ze zeggen wel eens, de echte leiders zijn de first followers. Hè? Dus de... De first followers. Nou ja, kijk, je hebt heel veel mensen die hebben een visie en die verkondigen wat. Maar wie staat erop om te zeggen van, hij of zij heeft gelijk, daar ga ik achteraan. Ja. En dan zegt iemand anders, als hij het doet, en dan krijg je beweging. Dus het is een bekende kreet, the real leaders are the first followers. Want er zijn genoeg mensen met een idee. Maar degene die durft op te staan en zegt van luister, we gaan achter hem of haar aan, want daar zien we wat in, of daar zie ik ook wat in. Dat vergt even erg lef. Het is altijd makkelijk dat in zo'n zaaltje blijft dan de rest even zo afwachten wat er gebeurt. Hè? Dat zijn van die kritische momenten in een beweging op gang brengen. Ja, nou het grappige is, ik zit met jullie mee te luisteren en te schrijven, dat ik jou ook heel blij zie kijken op het moment dat Rob iets zegt over... He, dat je niet op elkaar moet gaan zitten wachten. He? Dat de real leaders are the first followers. Of je daarvoor jezelf een voorbeeld van hebt. Of ik een leider ben of een first follower. Nou ja, heb je van beide dingen een voorbeeld. Dus. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben niet iemand die de eer op eist. Dus in die zin hoef ik niet de leider te zijn van die dan gevolgd moet worden. Ik vind, voor mij vind ik het doel belangrijk dat de beweging er komt. Het gaat in mijn beleving niet om mij. Hè? Dus ik heb daar ook niet zo'n behoefte aan om het podium te hebben. Ik zeg altijd, als het nuttig is als ik dat podium neem, dan doe ik dat. Hè? Maar mij gaat het er niet om. Ik heb wel echt wel iets met die sector in beweging brengen. Wat al ingewikkeld genoeg is. En er zijn al genoeg ego's. Die moeten dus allemaal in die kruiwagen blijven. Dus er hoeft niet nog een ego bij. Dus als je in die zin... Maar goed, de vraag van wie heb je nou voor? Ik heb niet zoveel mensen voor me. Het is meer dat ik ook je dat hoor zeggen. Want ik denk dus inderdaad in de context van dat je zegt, ik ben niet degene die dan zo nodig gevolgd hoeft te worden. Maar dan denk ik, volgens mij heb je dan ook wel iets of iemand voor ogen waar jij dan zelf je opricht of achteraan gaat. Nou, niet noodzakelijk als voorbeeld. Ik ben gewoon bezig met de zaken. Ja, de zaken. Ja, maar dat is met de casus. Bij de renovatiebesteller heb jij wel vrij snel volgens mij gezegd van nou, als het uiteindelijk deze kant op gaat, dan wil ik daar wel aan trekken. Ja,
toch, dat is inderdaad volgens mij ook een beetje waar je naar zoekt, toch? Omdat je dus inderdaad zegt van, oké, er is een beweging, daar geloof ik in. Want wil ik ook wel daarvoor gaan staan. In mijn beleving is de renovatiesneller vertaald ook, is ook wel een vertaling van heel veel dingen die ik net probeer te zeggen. Ja, ja. Daar ben je ambassadeur van de renovatiesneller. Ja. Dus, nou ja, en het gaat nog lastig. Hè? De corporaties vinden het lastig om elkaar te vinden. Dat zijn ze niet gewend. Dus dat is nieuw. Ja, dan kan je zeggen, die renovatieversneller klopt niet. Of nee, hij legt juist iets bloot. Wat gewoon lastig is. Nou, dus hoe gaan we dat oplossen? Dat corporaties met elkaar gaan samenwerken. En een goede marktpartijen met elkaar vinden. Maar, ja, dan zie je toch veel reacties. Dat mensen op hun vooroordelen reageren en acteren. De grote partijen die eisen wel eens op en de kleine partijen is er geen plek voor. Nou, als je de renovatieversneller goed bekijkt, dan moeten er juist, is de bedoeling dat kleine partijen ook meedoen. Het is de bedoeling dat je dus samen die vraag formuleert en het aanbod. Dus dat betekent toch dat samen in beweging komen, dat zit er allemaal wel in. En ja, er zijn ook vast dingen die beter kunnen en moeten. Die gaan we dan de volgende keer doen. Maar dat is belangrijk, hè? Dat mensen toch weer kijken van, als dit nog niet helemaal goed is, wat wordt dan de volgende versie? Hoe gaan we beter doen? En wel ook alvast een keer gaan doen en dan zien wat er beter kan. Ja. Hè? Dus learning by doing, dat soort. Ja. Daar ben ik groot voorstander van. Hè? Ik denk ook pas in deze tijd. Hè? We moeten experimenterend leren en beter worden. En niet meer volgordelijk fase 1 en dan het ontwerp is klaar en dan fase 2 en dan fase 3. Dus je zou eigenlijk in een soort gecontroleerde omgeving moet je kunnen experimenteren. Letterlijk en figuurlijk omgeving, hè? Dus buiten, maar ook in termen van wetgeving. Hè? Je zou ook een soort laboratoriumruimte, hè? Een laboratorium is toch een goed beschermde omgeving waar je eens andere dingen kan proberen dan dat het buiten dat laboratorium gaat. Hè? Ja. Nou, zo zou je dit soort dingen moeten kunnen experimenteren. Er zou dus een ruimte moeten zijn waarbij je dit soort dingen lerend, hè, aldoend leren kan. Dat ben ik wel helemaal eens. Dat zou, en die renovatieversneller is daar een voorbeeld van. Ja. Waar je tegenaan loopt, ga je het volgende keer weten. En dan is het wel, als bouwagenda hebben wij ook altijd gezegd, hè, we zijn niet voor pilots, maar prototypes. Hè, dus het moet wel altijd met het hoofd of het grote doel. Als er wordt geëxperimenteerd, is het vaak, we experimenteren, maar daarna de volgende stap zetten, maar dan gaan we dan dit nu ook echt veranderen. Die wordt dan vaak niet gezet. Nee, want dan wordt het een eenmalig experimentje, op één gevalletje, maar je moet ook experimenteren met het hele proces wat erachter zit. Dus dat is wel anders denken, want we moeten naar, een beetje misschien een modewoord of zo, maar we moeten toch naar een ander systeem toe, een andere manier van functioneren van die markt. Maar wat wij als bouwagenda natuurlijk ook nu richting het einde, volgend jaar maart houden we mee op. Hadden we natuurlijk gehoopt dat we nu een beetje richting de aantallen zouden komen. Daar zijn we nog niet. Ja, nee, maar het geeft weer aan hoe taai het is. Hè? Ja. Maar het zou heel jammer zijn als we daardoor ons laten ontmoedigen. Ja. Dat we juist extra hard door moeten. Met weer een soort nieuwe versie van de bouwagenda. We hebben natuurlijk de regieraad en we hebben vernieuwing bouw en nu hebben de bouwagenda. Ja. Nogmaals, op een regenachtige dag denk je, jeetje, wat duurt het lang en gebeurt er nog wat? Nou, op een zonnige dag zie je ook alweer de positieve dingen. Maar ik denk dat we door moeten gaan. Ik geloof dat er meer dan ooit ook een gemeenschappelijk doel te formuleren is. Hè? Je ziet het letterlijk buiten niet goed gaan. Het gaat om klimaat, grondstoffen, veiligheid, aantal woningen, leefbaarheid, energie. En dat vergt toch een ander denken. Dat betekent dat we specialisme goed aan elkaar moeten kunnen knopen. En daar heb je mens voor nodig. Hè? We worden eigenlijk opgeleid om alles in specialisme. Dus ik zeg, ik vind het heel opvallend als je naar de kleuterschool gaat, krijg je tekenen tot rekenen. En naarmate je verder in je opleiding gaat, moet je steeds wat laten vallen, totdat je één ding kan. Hè? Dan ben je arts, of econoom, of ingenieur, of advocaat, ik noem maar wat. En dan stap je in de echte wereld en denk je, jeetje, wat is het complex. Dat komt omdat alles met elkaar verbonden is. Dat heb je eigenlijk afgeleerd om dat te zien.
En je benadert het je maar vanuit één aspect. Nou, en dat is simpel, die weg ken je, maar het komt van alle kanten. Nou ja, jeetje, wat is het complex. Dus ik denk ook dat we moeten nadenken over hoe we mensen opleiden. En dat is een nieuw soort specialist. Geen generalist, maar een nieuw soort specialist die goed is in staat is om zijn specialisme in te brengen in een brede context. Nou, dat is er ook voor nodig. Ja. Dus het is echt wel een lange adem om die verandering tot stand te brengen. Maar nogmaals, ik denk dat er meer dan ooit men in zijn totaliteit de noodzaak ervan begint te zien. En je zei net ook dingen wel zijn gebeurd, waar denk je dan aan? Nou, ik vind het heel belangrijk dat die bouwcoalitie er is. Dat partijen met elkaar gewoon toch relatief makkelijk weer met elkaar praten. Met elkaar weten te vinden. Ja. Ik vind dingen, succes in vele vaders, maar toch even hoe dat convenant veilig werken tot stand is gekomen. Dat is ook omdat partijen elkaar makkelijk weten te vinden. Daardoor hebben we door kunnen werken tijdens corona. Ja. En daar heeft denk ik de bouwcoalitie toch ook aan meegeholpen. Dat mensen elkaar regelmatig zien, elkaar weten te vinden en daardoor goed in overleg zijn. Ik denk dat de renovatiesneller een goed voorbeeld is. Het is niet volmaakt, maar het is een goed voorbeeld. Dus laten we daar ook een succes van maken. En ik denk dat, net wat ik zeg, heel veel partijen elkaar makkelijker vinden. Want er is natuurlijk een neiging dat iedereen zijn eigen praatgroepje heeft en over elkaar gaat zitten praten. Ja. Ik had er heel erg hekel aan. Ja. Dat is eigenlijk opvallend. Hè? We organiseren ons als opdrachtgevers, als opdrachtnemers, als installateurs. Die is allemaal brancheorganisatie. Hè? En die gaan dan over elkaar zitten praten wat de andere branche zou moeten doen. Hè? En ik vind het goede van de bouwagenda dat weer voor een deel doorbroken is door gewoon met elkaar te praten. Gaat het vooral over de inhoud altijd. Hè? In onze taskforce-vergaderingen vind ik altijd eigenlijk ieder vanuit zijn eigen blik het hebben over... Over wat je wil bereiken, ja. Dat vind ik een goed punt. Hè? Weet je, op het moment dat ze in die praatgroepjes alleen maar bezig zijn, hoe houden we onszelf in stand? Dan is dat fout. Hè? Dan is dat mis. Ik vond het goede wel van de bouwagenda dat we altijd wel bezig zijn met de inhoud. Ja, dus er zit wel een valkuil in hè, dat we met te veel partijen alles willen veranderen. Dus dat gaat niet werken. En het heeft ook geen zin, hè, wat je net zei, het heeft ook geen zin om één klein experimentje te doen. En weer ergens een bloemetje gemaakt te hebben. Dus dat boeket versus die enorme volkstuin. Wat is nou dat boeket? Hè, wat voldoende aantrekkelijk is om het momentum te creëren. Zonder dat je vastloopt in te veel partijen. Of dat het te weinig massa heeft om echt een verandering te creëren. Dat is ook nog een van de vraagstukken. En ik denk dat ergens rond zo'n wijkniveau, daar zou ik moeten zitten. En dat voor zo'n wijk dan alles doen, in plaats van, we gaan alleen aanbesteden. Hè? Dat staat er eigenlijk haaks op als je gaat bedoelen. Aanbesteden is een aspect van een wijk duurzaam maken. Ja. Zoals er meer aspecten zijn. Maar we kunnen beter ons focussen op hoe krijgen we die wijk nou anders? Wat is daarvoor nodig? Dat in zichzelf zou het experiment moeten zijn. Ja. En dat zou je dan op meer plekken moeten doen. En dan ga je kijken voor hoe hebben ze daar nou aan besteed in vergelijking tot daar. Hé, daar kunnen we wat van leren. Wat in zijn totaliteit zou eigenlijk het programma moeten zijn? Ja. Met de wijkaanpak proberen ze dat volgens mij een beetje met die aardgasvrije wijken. En dan was de rekenkamer nu ook wel weer heel kritisch over dat het dus nog niet voldoende resultaat oplevert. Ja, daarvan zeggen dan sommige mensen ook, het is nog net begonnen. Hè? Maar inderdaad, jij zegt eigenlijk een wijk, dat zou het goede, of misschien meerdere wijken, dan krijgen we iets... Meerdere wijkaanpakken is één programma en dat zou het experiment moeten zijn. Ja. Niet één gasaansluitingje op één object, bij wijze van spreken, maar gewoon meerdere. Dus het experiment moeten we niet te klein definiëren. Want dan levert het niet voldoende momentum op om iets in gang te brengen. Dus toch dat de leiders van vandaag zijn toch heel erg met de korte termijn bezig. Ja. Omdat daar natuurlijk ook heel veel speelt. Hè? En op al die niveaus, hè? Dus... Op alle niveaus. En zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemer. De verkiezingen komen eraan. Dat is over een paar maanden. Corona. Wat doen we morgen? Stikstof. Hoe krijgen we die vergunningen weer aan de
We worden ook elke keer weer teruggeworpen op de waan van de dag. Terwijl de problematiek die er eigenlijk ligt, en die duurzaam, om het woord maar te gebruiken, tot een oplossing leidt, dat vergt meer tijd en afstand. En het is ook weer en-en, maar we worden natuurlijk heel erg gezogen in de waan van de dag. Volgens mij heb jij een blog geschreven dat je zegt met de titel De Waan van de Dag. Ja, dat durfde ik, zat het net te denken. Nee, dat mag ik nou pas niet zeggen, maar ik heb inderdaad net vorige week een blog geschreven die De Waan van de Dag bestaat niet heet. Dus, Komt omdat we er zo elke dag middenin zitten dat we het niet meer zien? Of hoe bedoel je? Dat het vaak zo, dat de mensen dan eigenlijk hun eigen grip of onmacht zo vertalen naar de waan van de dag. Dus dat je eigenlijk... dat het eigenlijk meer gaat over waar verlies je dan je macht of waar verlies je dan de controle. Nou, ik denk dat dat zeker zo is. Ik denk dat het een illusie is dat als je in een leidinggevende positie zit, dat je absolute controle hebt. Ja. Dus dat heeft zeker met onmacht te maken. Ja. En dus de waan van de dag. Ja, en toch zeg je, je moet wel zo nu dan dat zicht op de lange termijn wel weer tijd daarvoor creëren. Absoluut. Kijk, hetzelfde als Formule 1. Je kan door blijven rijden en je banden worden slechter en slechter. Maar dan weet je dat ik hier slecht afgelopen. Maar wie zegt nou even, jongens, nu de pits in? Want dan nummer 2 en 3 die zijn voorbij. En heb je het vertrouwen dat je weer vooraan komt en voldoende en op tijd? Dat is de waan van de dag, is het zegt doorgaan, doorgaan, doorgaan. We zien het wel. Hè? Ja. Niet nu. Nee. Want het lijkt alsof de consequentie van naar die pits gaan groter is dan doorrijden. Maar we weten echt allemaal wel dat het niet zo is. Maar wie neemt nou de verantwoordelijkheid? En dan kom je weer op leiderschap en zegt, we gaan nu toch wel naar die pit. Ja. Dus die waan van de dag, de vanuit de aandeelhouders, het kwartaaldenken, groei, groei, groei. Politiek, verkiezingen, oppositie. Opschieten. Geen fouten maken. Ik heb als het idee dat de hele politiek is bezig om geen fouten te maken. Ja. Dus dat noem ik echt wel de waan van de dag. Dus jammer dat ik niet in je blog zit, want daar zou ik dan toch wel wat van vinden. Ja. Want er is geen absolute controle en je wordt ook voor een deel overkomt jou. Ja. En daardoor word je gewoon gedwongen om dat te fixen. Kijk, als er iets bloedt, ja, dan ga je daar toch verband op leggen. Dat laat je niet lopen. Dan zeg je niet, joh, kom morgen maar terug, want ik ben bezig met gezond eten voor je te bedenken. Nee, ja, iemand heeft een grote wond. Ja, dat ga je verbinden. Dat noem ik dan toch de maan van de dag. En dan kom je niet tot, hoe gaan we nou met z'n allen gezonder leven? Ja. Nou, en daar zitten we natuurlijk allemaal vol in dat dilemma. En dat heeft volgens mij helemaal niks met excuus te maken. Het heeft met keuzes te maken. Het heeft met inschattingen te maken. En die staan niet in een managementboekje. Dat moet je met elkaar ontdekken. En wat ik ook jammer vind, is dat heel veel mensen achteraf altijd alles weten, weet je wel. Die zitten dan op de achterbank in de achteruitkijkspiegel te kijken. Zet alle talkshows maar aan. Hè? Ik word er altijd een beetje chagrijnig van. Hè? Er zitten te weinig mensen op de voorbank te sturen en door de vooruit te kijken. Dus dat is ook makkelijk, hè? Dus het is ook makkelijk om achteraf weer te vertellen als 100 dingen goed gaat. Ja, dat ding ging toch fout. Ja, misschien. Ja, het is eigenlijk allemaal wel fout gegaan. Nee, 99 dingen goed gegaan. Er is inderdaad 1 ding al beter gekund. Met de kennis van vandaag hadden we dat ook wel goed gedaan. Ja. Nou, die houding heb je er wel voor nodig. Ja. En die mis ik wel eens. En helpt het daarbij om... onafhankelijk iemand te hebben of een club die de verschillende partijen daarbij helpt of daarop aanspreekt. Zou dat helpen om die samenwerking, omdat we zeiden van iedereen moet eigenlijk gaan bewegen en veranderen? Helpt het dat iemand dat faciliteert of moet het gewoon... Nou ja, dit is wel interessant. Ik heb er wel eens over nagedacht. Als je denkt aan de Eerste en Tweede Kamer. Zou je best wel eens kunnen nadenken, wat is nou de rol van de Eerste Kamer? De rol van de Eerste Kamer heeft toch iets langer termijnachtigs, controle, en nog eens even kijken of het goed gaat. Het lijkt er nu op dat de Eerste Kamer een soort, we doen de Tweede Kamer nog eens dunnetjes overachtig wordt. Je zou kunnen zeggen, ik ga die Eerste Kamer ga ik een andere rol geven. Je gaat niet alleen naar de wetmatigheid toetsen, maar ook of naar een nieuwe soort wetmatigheid. Is het wel duurzaam? Draagt het wel bij aan instandhouding of verbetering van waar we allemaal voor staan.
Dus dan creëer je, Merlijn, een beetje van, je zegt toch een soort, in het democratisch bestel, een soort lichaam, wat misschien die functie zou over kunnen nemen, zonder het boel allemaal over te hebben. Nou, er zijn ongetwijfeld weer mensen zijn die dat problematisch vinden vanwege al weet ik van wat. Maar dat zou een interessante gedachte zijn om die Eerste Kamer eens een andere rol te geven, in ieder geval andere criteria om wat er uit de Tweede Kamer komt te toetsen. En dat zou misschien een andere samenstelling, dat zou misschien minder partijafhankelijk moeten zijn, maar meer vanuit discipline afhankelijk. Ja, dus ook meer bouwers erin of meer... Niet bouwers, maar ook. Ja. Maar ook economen, ook advocaten, zeg maar, waar een heleboel specialismen die goed hun kennis weten samen te brengen in een geheel en dan iets kunnen toetsen tegen criteria als lange termijn problemen op te lossen. Ja, ik vind het wel mooi. En ergens past het volgens mij ook wel bij de oorspronkelijke rol van de Eerste Kamer. Ja, misschien wel. Nu lijkt het erop, de Tweede Kamer. De Tweede Kamer, maar goed, we hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daarom. Dus kunnen de mensen uit de Tweede Kamer natuurlijk ook juist in de Eerste Kamer, de oppositie in ieder geval, hun invloed in de Eerste Kamer. Dus toch, de politiek is toch, ons denken is toch gericht op maximaal 4 jaar. Benoemingstermijnen van CEO's zijn 4 jaar. Kabinetsperiode is 4 jaar max. Dus dat korte termijn denken past niet meer in de lange termijn problemen die we oplossen. Dus we willen altijd te veel over 50 jaar. Hè? Ik vind dat altijd interessant. Dan zeggen we in 2050 zijn we klimaatneutraal. Nou, wie zegt, maak het toch niet mee. Hè? Ik waarschijnlijk niet. Nee. Hè? Zou ik 100 zijn? Ik weet het niet. Nee. Maar de kans is klein. Ja, hè? Statistisch gezien is de kans nog klein. Dus daar zijn we altijd heel makkelijk in, hè? Dat klinkt ook lekker. Ja. Maar wat gaan we nou morgen doen aan impopulaire maatregelen, hè? Om dat te bereiken? En dan wordt het stil. Dan komen toch opeens al de complicaties, of het wordt stil of alle ja-maars komen uit. Alle ja-maars dat past niet in de verkiezingen, want we moeten volgende week herkozen worden. Dat draagt niet bij aan de groei van het bedrijf in het komende kwartaal of het komende jaar. Dat zijn wel dilemma's. Kijk, het klinkt alsof ik het allemaal, of het oordelen zijn, het zijn constateringen. Ja. En ik denk ook dat ze in de weg zitten om onze langetermijnproblematiek op te lossen. Maar je zegt ook eigenlijk wel, het zijn ook wel echt ingewikkelde dilemma's. Die je dus inderdaad ook niet zomaar morgen oplost. Nee. Maar met het huidige denken, er moet wel wat van. Dan moet je wel de discussie nu al in hoog tempo, voor zover het niet op gang is, wel op gang brengen. Want er ligt wel wat op een kortje, wat langer termijn aanpakken nodig. Ja, je zou dus deels ook wel kunnen zeggen met verkiezingen voor de boeg, ligt daar ook nog wel weer een kans. Een nieuw beleid. Ja. En dat is, dan kom je weer op leiderschap. Hè? En dan kom je weer op, zijn er mensen die de Nederlanders weten te overtuigen? Trouwens niet alleen de Nederlanders, de Europeanen. Ze moeten nu echt even een beetje minder nu dit doen. Dat lijkt dramatisch, maar straks hebben we daar plezier van. Dat concept is. Maar goed, dat is makkelijk gezegd, hè? Als je een baan hebt en alles is in orde. Als je dan zegt, eet 5 keer per week vlees in plaats van 7. Nou, dat zou je over moeten kunnen overleven. Hè? Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon veel minder hebben. En als je daar nog eens een keer een offer aan vraagt. Nou, en dan kom je weer in die waan van de dag. Er zijn brandhaarden, letterlijk en figuurlijk. Dat kan je ook niet negeren. Nee. Dus het is echt een dilemma. Maar wat zouden we wel morgen anders kunnen doen? Ik denk dat we door moeten gaan met dit bewustzijn. Hè? Ik denk dat, want hoe langzaam het ook gaat, ik denk dat steeds meer mensen wel dit dilemma beginnen in te zien. Hè? Dat komt toch omdat dat schip dichter bij die wal komt. Hè? Ja. Om te zorgen dat het niet gaat keren, maar het komt wel dichter in de buurt. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat we doorgaan met dat bewustzijn. En dat lijkt een matig resultaat, hè? Misschien ook in de bouwagenda, dat mensen elkaar makkelijker weten te vinden. Maar het is wel heel belangrijk. Dus daar moeten we gewoon mee doorgaan. Ik denk dat we moeten doorgaan met
die vorm van experimenteren, om dat te proberen in de gang te zetten. Vooral met mensen die willen. Hè? Dus je hoort me wel meer zeggen, je zou een coalitie of de willing moeten hebben die zo'n experiment, hè, waar we het eerder over hadden, op touw willen zetten. Dus een aantal corporaties, een aantal wijken, een aantal aanbieders, die wel die overtuiging hebben, maar ook nog niet precies weten hoe het gaat. Hè. En die gaan dus ook dingen fout, maar wel die overtuiging. Die moeten we stimuleren dat ze dat gaan doen. En niet te veel aandacht geven aan de mensen die het niet willen. Hè. Daar moet je ook niet iedereen tegelijk in beweging proberen te krijgen. Probeer alleen die mensen in beweging te krijgen die het willen. Want die zullen een tegenslag zien als een uitdaging om hem te overwinnen. Ja. In plaats van een bewijs dat het verkeerd kan. Ja. En sommige mensen zeggen nu, er moet er in de volgende kabinetsperiode een minister voor de bouw komen. Vind je dat denk je dat het ook iets gaat helpen? Als het in een bepaalde vorm krijgt, als het voor de bühne is, dan schieten we niet op, hè? Maar als dat inderdaad, ik denk wel dat er een vorm van regie nodig is. Maar dat is weer de valkuil dat mensen dus horen, ook in het veld, hè, provincies en gemeenten, die dan zeggen, oh, nou gaat alles weer naar centraal. Nee, volgens mij bedoelen we dat niet. Ik denk dat we zouden moeten nastreven dat de regiefunctie in de overheid weer wat zwaarder wordt. Die is nu de laatste jaren misschien wat weggedrukt naar die gemeente. Ik denk omdat er, als het gaat over verbinden, om meer partijen, disciplines, vraagstukken met elkaar in verband te brengen, want anders kom je niet tot de oplossing, heb je dus per definitie iets van een regie nodig die die verbinding tot stand brengt en faciliteert. Dus ik denk, ja, je hebt absoluut meer een regiefunctie nodig vanuit die overheid om dat deel te regisseren wat nodig is om de rest ook op lagere schaal, kleinere schaal in beweging te brengen. Hè, dus ja. En dat zou een minister kunnen zijn of iets anders, dat weet ik niet. Maar we moeten praten vanuit het doel. Het doel is niet die minister. Het doel is dat er regie komt en een betere balans is. Wat organiseer je nou nationaal? Wat organiseer je nou vanuit de provincie? Wat organiseer je nou vanuit de gemeente? Wat doe je nou met grote bedrijven? Wat doe je nou met kleine bedrijven? Wat doe je met bestaande bedrijven? Wat doe je met nieuwe bedrijven? Al die dingen moeten aan elkaar geknoopt worden. En dat je daar een nieuwe balans in weet te vinden. Ook bij de overheid lijkt mij absoluut noodzakelijk. En eigenlijk ook wel volgens mij om iedereen op de verschillende niveaus ook optimaal te kunnen laten doen wat hij moet doen. Hè? Volgens mij zit daar ook wel een sleutel dat het nu niet plaatsvinden van regie zorgt dat mensen op lagere plekken het niet voor elkaar krijgen wat ze of niet kunnen doen eigenlijk waar ze voor staan. Ik ben het helemaal met je eens, hè? Met de beste bedoelingen waarschijnlijk. Ja. Hè? Maar het is natuurlijk heel jammer als op twee partijen, twee plekken precies hetzelfde proberen te doen, bijna hetzelfde, ja. En daardoor misschien iets anders wat ook nodig is, niet wordt gebeurd. Dus ja, dan is iets van overzicht, is dan wel noodzakelijk. Maar dat wordt vaak uitgelegd van oké, ik ben mijn verantwoordelijkheid kwijt, mijn koninkrijkje wordt aangetast. Ja, daar moeten we dus overheen staan. Als we echt vanuit dat doel, passie voor het doel, de noodzaak van het bereiken van het doel handelen, ja, dan moeten we daar wel allemaal overheen zien te stappen. En dat is, ja, is niet voor iedereen even makkelijk. Maar daar moeten we ook weer beginnen met de mensen die daar zin in. Ja. Maar ja, meer regie vanuit overheid in een goede vorm. Hè, daar moeten we wel goed over praten. En of je dan een minister is of een departement of een commissaris, deltacommissaris achter hier, weet ik niet, als het maar impact heeft. Er zit een ingewikkeld verhaal. Er zijn wel makkelijk. Het is simpel, maar niet eenvoudig. Weet je? Dus wat we moeten doen is volgens mij simpel om te zeggen wat er moet gebeuren. Maar het is niet eenvoudig om het te doen. Door alles wat we net hebben gezegd tegen elkaar. En daar hebben we iedereen bij nodig, maar met een gedeeld doel, positieve intentie. Weg van ego's. Die zitten vaak in de weg. En ik ga een serie maken van gesprekken. Jij bent dus nummer 2. Heb je nog iemand waarvan je zegt, joh, ga in die zoektocht nog eens met die praten? Nee. Ik ben daar dus niet goed in om allerlei vormen. Namen inderdaad, nee, niet. Nee. Ik kom dat ik er toch wel heel erg met die inhoud bezig. Iedereen die daar aan bijdraagt,
Dat is mooi, maar ik ben dus niet zo kennelijk met de mensen bezig, meer met de maken. Ja, ik denk met het beeld dat ik van je gekregen heb, ik heb je vandaag ontmoet, is ook het vragen naar één persoon of alles wat vertegenwoordigd is op één punt, is nou juist niet wat je voorstaat. Precies. Dus dan denk ik, dan snap ik wel dat je ook niet vastgepind wil worden op wie is het die je volgt. Of ook zoiets eenvoudigs zou je kunnen zeggen, wie is dan een volgende gast? Ja, dat gaat dan dus niet. Dan moet je er afstand nemen van een imperium. Maar in het algemeen zou het iemand kunnen zijn vanuit de overheid die toch met die visie bezig is. Ja. Ik denk dat we de positieve verhalen moeten zien te zoeken. Mensen die daar echt mee bezig zijn en niet voor de bühne. En ik denk vanuit de markt, daar zou je mij neer kunnen zetten, maar dat eens een keer iemand vanuit de overheid is. Ja. Die zou het zo willen, maar goed, ik heb ook zo'n dilemma's en een beperkte beperkingen in de omgeving waar ik zit. Ja, ik ben benieuwd of die dat ook zou willen. Ik zelf ook ambtenaar. Ik vind dit in het begin ook best wel spannend, om dus mijn eigen verhaal, dat leer je als ambtenaar. Maar wat zegt dit allemaal? Voor ambtenaren, hè? Dat is op zich een verhaal. Dat is al een verhaal apart inderdaad, ja. En dat zegt dus ook iets als je ze oproept om in deze beweging mee te gaan, dan komt dit dus allemaal mee. Dus, maar dit is kennelijk, zitten we in dat systeem, daar moeten we het denk ik over hebben. Even los van mensen, maar we maken elkaar, zitten een beetje gevangen in onze eigen lulligheid, maar ik weet niet of je dat niet uitziet. We zitten gevangen in onze eigen lulligheid. We zitten gevangen in ons eigen systeem en dat is moeilijk uitbreken. Ik ben volgens mij wel een beetje, heb ik mijn vragen gesteld. Is er nog iets waarvan jij zegt dat wil ik nog zeggen of dat wil ik juist... Of Suzanne nog? Nou, ik denk dat het belangrijk is om nog even te benadrukken dat we hebben het ook over heel veel dingen gehad die... Anders zouden moeten naar de toekomst toe. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat Nederland een van de beste infrastructuren ter wereld heeft. Dus het is wat mij betreft zeker geen disqualificatie wat er tot nu toe is gebeurd, maar meer een stimulans naar wat de volgende stap zou kunnen gaan om de problemen van de toekomst aan te pakken. Dus dat, ik denk dat het wel handig is dat ik dat nog even benadruk. Ja, goed. Mooi. Dankjewel, Rob.